En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Aan het begin van het nieuwe jaar hebben we natuurlijk allemaal hoop en verwachtingen. Voor bezoekers aan de Wiegense Markt gaat dat dan vooral over één onderwerp. Wat een nieuwe jaar. Nou, laten we eerst maar eens van de corona afkomen. Dat is het belangrijkste. Ik weet niet of dat we daar wel van afkomen. En dat alle horeca, noem maar op, weer los kan. Dat we toch weer kunnen genieten. Want het is nu toch wel bekrompen. Nou, ik hoop dat we allemaal gezond blijven volgend jaar. Ik heb ook privé ook een man met die heeft ook een jaar lang gesukkeld met zijn hart en van allerlei dingen. Dus ik hoop dat het een beter jaar wordt voor ons privé. En ik hoop ook dat die corona zich gaat oplossen, zodat we weer normaal even elkaar vast kunnen pakken. Hè? Ja, ik hoop dat corona minder besmettelijk gaat worden en dat het gewoon een soort griepje wordt, zeg maar. Want ik denk dat we niet er helemaal vanaf gaan komen. Nou, ik hoop dat corona een heel stuk weg is. Dat we dus wat meer vrijheid krijgen. Want het afgelopen jaar hebben we dus echt wel veel binnen gezeten. En kon je eigenlijk nergens heen. En daar word je op een gegeven moment wel moe van. Nou, ik hoop in elk geval dat we snel van corona af zijn. Dat we dan terug kunnen naar normaal. Dat hoop ik. Ik denk dat we voorlopig nog doorhobbelen zoals we het nu doen. Ondanks de corona. Ja, ja, ja. Nee, dat zal nog wel eventjes aanlopen, denk ik. Er wordt al gesproken dat we nog een keer twee keer een prik moeten krijgen. Dus ja, het is en blijft lastig. Maar het is nog eenmaal niet anders. En als iedereen zijn eigen maar een beetje aan de regeltjes houdt. Ja, dan zal het uiteindelijk wel goed komen. Maar er zijn toch een hoop mensen die denken er anders over, hè. Maar ik kan ook indenken dat je moet opletten. Je moet afstand houden, mondkapjes op en zo. Dus daar ben ik ook wel voor. Ik heb toevallig eergisteren mijn boosterprik gehaald. Dus daar ben ik ook voor. Ik hoop dat anderen dat ook doen. En ik hoop dus dat we een gezond volgend jaar dat hebben. Dat is belangrijk. Ja. Gezond. Nee, een gezond 2022. Ja. Nou, ik hoop dat het een ander jaar wordt als de afgelopen twee. Dus dat corona een beetje op zijn retour is. En dat we een beetje gezelligheid en er weer op uit kunnen trekken. Met de fietsen en wandelen en zo. Dus, ja, we zouden wel wat reisjes gaan maken dit jaar. Maar ja, dat gaat dus volgend jaar ook niet door. Wintersport, zomervakantie, dat moeten we maar afwachten. Nou, als we een reis maken, dan gaan we met caravan. Ja, dus wij zijn niet zo van diegenen die met het vliegtuig zijn nodig. In Spanje moeten of weet ik wat waar. En, nee, wij gaan met caravan en dan kun je toch het afgelopen jaar, dit jaar zijn we ook een paar keer weg geweest. En je kunt afstand bewaren en dan gaat dat prima. En je bent heel veel buiten. Hè. Ja, we zijn alle twee met pensioen en we hadden eigenlijk gehoopt dat we wat regelmatiger weg konden met de camper. En ik hoop dat weer kan komend jaar, want dat is natuurlijk een klein beetje in de verdrukking gekomen. Op vakantie wil ik wel gaan volgend jaar. Of naar een festival weer. Naar Pinkpop wil ik graag naartoe. Nee. Wij blijven niet alleen in Wiegen, maar wel in Nederland. En een stukje Duitsland misschien. In ieder geval Europa. Maar niet Zuid-Afrika of Zuid-Amerika of zo. Nee.